Goedendag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We zien het goed op de satellietfoto. Het is overwegend helder. Vanuit het zuidwesten gaat in de loop van de dag wel wat dunne hoge bewolking over het land trekken, maar daar komt de zon nog goed doorheen. Halverwege de ochtend is het al ruim boven de 20 graden. En uiteindelijk in de middag, bij een zwakke tot matige oostelijke wind, wordt het tropisch warm in een groot deel van het land: 30 of 31 graden. Aan de kust, iets lagere temperaturen en daar kan ook in de loop van de middag een verkoelend windje vanaf het water opsteken. Ook vanavond blijft het nog lange tijd warm: ruim boven de 20 graden, grotendeels helder, de zon gaat onder iets voor 9 uur. Uiteindelijk morgen overdag schijnt opnieuw de zon geregeld. Er ontstaan dan ook wel wat kleine stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk overal droog, heel misschien in het noordoosten en enkele onweersbui. En opnieuw wordt het tropisch warm in een groot deel van het land, 30 of 31 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag en woensdag. De lucht blijft licht onstabiel met lokaal misschien een onweersbui. Vanaf donderdag neemt de kans op onweer in het hele land verder toe en dan gaat de temperatuur ook duidelijk omlaag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.